Mag ik u vragen met wat voor gevoel u hier vandaag staat? Nou, eigenlijk met enorme ontzetting. En zeker als je hier rondloopt, dit zijn mensen zoals jij en ik, zoals wij. En had ons allemaal kunnen gebeuren. Via kennis van mij. En ze was ook in de vliegtuig. Daarom ben ik zo boos geworden. Waarom? Ze gaat toen naar Indonesië voor bezoeken voor haar moeder. Ik kan niet begrijpen waarom. Ja, het is echt heel triest voor al die mensen die het allemaal mee moeten maken. En geen woorden voor eigenlijk. Echt heel triest. En het is niet dat ik iemand persoonlijk ken van die vlucht, maar het raakt je. Wie in het vliegtuig zat was een van de beste vriendinnen van mijn dochter, van 17. Die meiden zijn vanaf groep 1 eigenlijk samen opgegroeid. Dus ja, we kennen haar gewoon goed. We kennen die ouders goed. Nou, het hele gezin zat in dat vliegtuig, behalve de gescheiden vader. Ja, ik heb gewoon heel veel medelijden met ze. En ik ben gewoon boos op degene die dat gedaan hebben en die haar vader en mijn dochter zoveel pijn hebben gedaan. Ik ga zo ook even het condoleanceregister tekenen. Ik heb wat fotootjes van mijn dochter gemaakt. Die bloemen liggen er ook voor haar.